De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Zuidhorn, Gaarkeuken en Marum zijn sterk verouderd. Ze voldoen niet meer aan de nieuwe eisen die worden gesteld aan gezuiverd water. Bovendien loost de installatie van Marum in het ecologisch kwetsbare Dwarsdiep en dat zou eigenlijk niet moeten, want dat is niet goed voor de natuur. Daarom worden de drie zuiveringen opgeheven en worden ze overgenomen door één nieuw te bouwen installatie op de logistiek meest slimme plek, in Gaarkeuken. Het waterschap hecht veel belang aan de kwaliteit van het water in kanalen en sloten. Daarom voorzien we de nieuwe zuivering van de best beschikbare techniek. Die zorgt ervoor dat het afvalwater schoner wordt. De geur- en geluidsoverlast beperken we voor de omwonenden. Verder zorgen we ervoor dat de nieuwe installatie in Gaarkeuken zo min mogelijk opvalt in het landschap. Een nieuwe, moderne zuivering in Gaarkeuken, dat is mooi. Maar hoe komt het rioolwater van Marum en Zuidhorn nou bij de nieuwe installatie in Gaarkeuken? Daarvoor leggen we persleiding aan. De zuiveringen in Marum en Zuidhorn verdwijnen. Van Marum naar Gaarkeuken en van Zuidhorn naar Gaarkeuken. Dat is 20 kilometer. Over die afstand moeten de persleidingen onder de grond worden aangelegd. Dat is uniek voor het waterschap Noorderzijlvest en voor de gemeente Westerkwartier, maar ook een uitdaging. Want bij de aanleg willen we de omgeving zo weinig mogelijk verstoren. We vermijden beschermde boomsingels en boren onder wegen en vaarten door. Ook houden we bij de aanleg rekening met het broedseizoen van vogels. We gaan in gesprek met de grondeigenaren onder wiens percelen de leidingen komen te liggen. De omgeving informeren we over de werkzaamheden. Liggen de persleidingen eenmaal onder de grond, dan brengen we alles weer terug in de oude, oorspronkelijke staat. Een nieuwe installatie in Gaarkeuken. Een goede oplossing voor het zuiveren van ons rioolwater. Nu en in de toekomst. En dat is gunstig voor de vissen, oeverplanten, vogels, insecten en uiteindelijk ook voor ons.